Hallo, mijn naam is Wim Alblas. Graag laat ik jullie iets horen op het nieuwe orgel van Johannes Orgelbouw, de Opus 360. Hier zitten onder andere de stemmen van de Bovenkerk in Kampen en de Oude Kerk in Amsterdam in verwerkt. Goedendag kijkers, mijn naam is Bram van Johannes de Heer Muziekinstrumenten en vandaag zit ik naast de Johannes Opus 360, het nieuwste drieklaviersmodel in de Opus-lijn van Johannes. En dit is niet zomaar een nieuw model met een aantal kleine updates en kleine veranderingen. Sterker nog, dit is een van de meest grote upgrades die wij in tijden hebben gezien van Johannes in een Opus-lijn. Voor mensen die niet bekend zijn met de Opus-lijn, wij noemen dat in de winkel ook wel het echte allemansvriendje, omdat wij ze zowel verkopen aan de gevorderde organist, als aan de amateur, als voor in een studeerkamer, maar bijvoorbeeld ook in een kleine kerkzaal. En een van de grote redenen waarom zo'n Opus model meestal een hele gebruiksvriendelijke, breed inzetbaar orgel is, en vaak ook dus een favoriet op veel categorieën, is omdat het eigenlijk een zeer gebruiksvriendelijk model is, met een super simpel systeem dat heel makkelijk en krachtig werkt. En daarmee komt ook het voordeel dat hij zeer snel is met opstarten, het laden van geluiden, het laden van samples enzovoorts. Maar wat is er dan wel veranderd aan de Johannes Opus? Nou, allereerst is dat het design. Ook het speaksysteem heeft een upgrade gekregen. Maar als allerbelangrijkste is dat deze nu echte gesampelde orgels intern heeft zitten, net als bij de Johannes Live-serie. U hoorde mijn collega al spelen op de Bovenkerk in Kampen en nu zal hij een prachtig stuk van André de Jager spelen op de Oude Kerk in Amsterdam.
dat was mijn collega Wim, die een mooi stuk speelde op de Oude Kerk in Amsterdam. Bij voorgaande modellen van de Opus was het standaard zo dat je kon kiezen uit 4 verschillende disposities. Dat waren romantisch, symfonisch, historisch en barok. Bij dit model zijn diezelfde disposities teruggekomen, maar elke dispositie heeft een eigen gesampelde kerk. Voor de historische dispositie heeft Johannes gekozen voor het enorm populaire orgel uit de bovenkerk in Kampen. Voor barok hebben ze gekozen voor het Siebelman-orgel uit de Hofkerkje in Dresden. En voor symfonisch is het een combinatie van het Adema-orgel in Raalte en het Cavaillé-Coll-orgel in Parijs. Met deze nieuwe samples, die overigens naadloos overeenkomen met die van de Johannes Lijf-serie, kan je nu met de Open-serie dus een prachtige, realistische, detailvolle klank creëren die bijna net zo goed is als die van in de echte kerken. Maar met orgelklanken stopt het niet bij de Johannes Opus 360. Naast deze prachtige gesampelde orgels krijg je namelijk ook solostemmen, maar liefst 2, een trompet en een panfluit. Mijn collega Wim zal op het symfonische orgel in combinatie met panfluit een mooi stuk laten horen. Softwarematig is er dus heel veel veranderd in de Johannes Opus 360. Maar hardwarematig is er ook het nodige aangepakt. Zo zit er op deze Johannes Opus een gloednieuw 4.1 surround systeem. En de speakers zijn een grote upgrade tegenover de oude modellen. Deze speakers gaan luid genoeg om zelfs grote woonkamers of kleine zalen te vullen met prachtig orgelspel. Combineer dat met de nieuwe convolutiegalm, een speciaal ontwikkelde galm door Johannes, dat maar liefst 48.000 verschillende reflecties per seconde laat horen. En je krijgt een enorm realistische speelervaring en luisterervaring, wat een genot zal zijn voor de speler en voor de luisteraar. Ik zit vandaag bij de Opus 360, het vernieuwde drieklaviersvariant met 43 stemmen. Maar uiteraard wordt er ook een tweeklaviersvariant gemaakt, genaamd de Opus 260. Deze heeft 36 stemmen en kunt u ook vinden bij ons op de website of in de winkel. Link in de beschrijving. De nieuwe Johannes Opus-serie is beschikbaar in veel kleuren. Zo komt hij in blank eiken, zoals die hier staat, mat zwart, noten, midden eiken en nog veel meer. Voor alle kleuren verwijs ik u naar onze website. De link staat in de beschrijving. Bent u geïnteresseerd in deze nieuwe Opus-serie? Kom dan langs in onze winkel, want wij hebben hem staan in de showroom. Of klik in de link in de beschrijving om er meer over te weten. En vond u deze video nou leuk? Laat dan een like achter en abonneer op ons YouTube-kanaal. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer!